Uh, was nog wel benieuwd. Oké, okay, in 2006 begin je hedgefund. Ja, ja. Je weet eigenlijk niet eens wat het is. Klopt. Dan kom je achter. En dan twee jaar later, zeg je net, ben je als hedgefund maak je een van de beste rendementen wereldwijd? Klopt. Hoe kan het zijn dat jij in twee jaar, net even komt aankloppen, want twee jaar is best wel een korte periode. Uh, en dat jij je onderscheidt van de anderen. Ja. Hoe okay. komt dat? Nou, het komt met name door. Uh... Dat heeft niet zoveel te maken met hoe lang je een hedge fund runt. Het is natuurlijk belangrijk dat je kennis van de markt hebt. En we hadden natuurlijk, uh, kijk hoeveel jaar de kennis van de markt, van die markt, uh, al uh, denken, zeven jaar. Hè? Dus dat is belangrijk. Daarnaast is natuurlijk, uh, de markt moet ook meezitten. Kijk, toen ik bijvoorbeeld begonnen, in oktober 2006, hadden we gelijk een uh, verlies van 10%. Iedereen werd nerveus. Ja. en uh, we hadden begonnen met 70 miljoen en we hadden eigenlijk één grote positie. Dat was uh, long de Nederlandse stroommarkt en short de Duitse stroommarkt. Dus dat was een spread positie, dus niet zo'n risicovolle positie. Maar de positie in Nederland was zo groot, omdat wij best wel veel geld hadden. Dat de, de eigenaren, de managers van de Nederlandse Power Exchange. dat Jongens, doe je het rustig aan. jullie hebben een hele grote positie. Mm -hmm. Maar ja, hadden wij tegen de Duitse positie aanstaan. Dus wij gokten erop dat de Nederlandse stroomprijs hoger ging dan de Duitse stroomprijs. En de bodem van die spread was, geloof ik, altijd 4 euro. En de, de upside kon wel tot 30 gaan. Mm -hmm. Dus wij vonden dat uh, een positie met uh, limited risk. En uh, hoge upside. Dus zeg. Kocht, of verkocht dat op, ik weet het niet eens meer, misschien, misschien op, nou, zeg op 4. We zagen hele beperkte downside en het kon wel naar 30 gaan. En als dat gebeurde dan, als dat toen was gebeurd, mm -hmm. dan hadden we vanaf dag één waren we de heroes geweest. Ja. ja. En uh, dus dat, uh, het maakt niet zoveel uit. Je moet gewoon een beetje mazzel hebben met, uh, met de markt. Ja. ja, om een ander voorbeeld te geven. Een van mijn andere fondsen waar ik geld voor ophaal, Handelt precies dezelfde markt als ik deed. En die heeft in, een paar jaar geleden was de emissionsmarkt ging sky high. Had hij eigenlijk één positie. Hij had een heel mooi verhaal van ik handel dit en ik handel dat en ik handel dat. De investeerders vinden het allemaal fantastisch. Maar ik kan het makkelijk doorzien. Uiteindelijk had hij eigenlijk alleen maar exposure in een long emissions position. Hmm. En toen heeft hij een rendement gemaakt van 50%. En toen heeft hij zelf, het fonds maakte het geloof ik 200, 250 miljoen winst. Hij was helemaal de held. En hij zelf, zelf 50 miljoen verdienen. En toen stond ik met hem op een conferentie in Miami, altijd begin van het jaar. Ik zeg: Ja, listen, your one position, sooner or later, you'll blow up. Ridiculous. Maar ja, had ondertussen dus die 50 miljoen verdiend. En dat jaar daarna had hij een drawdown van 60% inderdaad. Het precies dezelfde positie. Ja. Dat is ook de hedgefundwereld. Ja. Is dat voor hem dan een probleem? Naast het feit dat het natuurlijk voor de hedgefund een probleem is. Maar hij heeft het jaar daarvoor 50 miljoen ja. opgestreikt. Je gaat een nieuw boekjaar in. Hij hoeft niet, denk ik, dan op dat rendement van vorig jaar weer terug te gaan betalen wat hij nee, verdiend klopt. heeft. Nee, nee, dat heb je helemaal is, gelijk. Heen, dus hij hem. steekt het in zijn zak. Ja. Dat is ook het uh, vervelende wel van de hedgefundstructuur. Ja. Binnen is binnen. En uh, dan had hij inderdaad... Maar ja, als je zo'n drawdown hebt, kun je zeggen ik stop ermee. Hij ging door. En dan heeft hij nog, uh, nog één of twee moeilijke jaren gehad. En ja. Vorig jaar, niet vorig jaar, heeft hij geloof ik 50% gemaakt. Dan staat hij hier, het was Kijk, netjes. Uh, Aantekeningen erbij, hè? Ja, het is gewoon mijn overzicht van de fondsen. Kijk, oh ja. In, 2000, in 2018 had hij 53,6%. Dat was dat Jong-Karmershoek. Ja. Heeft hij in 2019 50% verloren? Mm -hmm. Dus alle investeerders liepen eruit. Ja. 2021, nog een moeilijk jaar. Minus 4%. Alle investeerders lopen eruit, ja. bijna al het geld eruit. En toen heeft hij in 2021 147 procent gemaakt. Zo. En vorig jaar weer 31. Ja. Oké. Okay. Dus dan nu heeft hij weer had toen denk ik een miljard onder beheer. Nu heeft hij 387 miljoen onder beheer ja. Dus dat is het ook bij uh, hedgefunds. Ik ben ene dag bij de hero, dan volgende dag bij de loser. En je kunt u de hero worden?